Ik deed de dingen omdat ik dacht van dat is nodig om profvoetballer te worden. Maar ik had nog niet de, de theorie achter. Ah, maar dat zijn mindset principes. Ja. En alles in mijn leven is daar zo wat aan gekoppeld. Ik ja. wil een Ironman doen omdat ik denk dat gaat ergens weer een volgende stap zijn. Uh -huh. Hier in mijn hoofd van ah, oké, okay, die mentale uitdaging ja, ben ik hier ja, gekomen ja, 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 ja. en dat kan ik doorbreken. Voorlopig vind ik dat ook een kwartiradlon. Ja. Maar uh -huh. ja, je gaat uit, alleen, je, je verlegt de grens natuurlijk. Ja. En het is dat denk ik dat die Ironman voor mij kan doen. Ja, oké. Okay. Uh.